Vandaag een antwoord op de vraag van Debbie. Debbie begrijpt iets niet zo goed, want elke keer nadat Debbie iets heeft gegeten, heeft ze het enorm koud opeens en voelt ze zich ook heel erg moe. Eigenlijk moeier dan voorafgaand aan het eten. Dus na het eten is ze uitgeput en dus ook heel erg koud. Dit begrijpt ze niet, want voeding, hetgeen je eet, bezit toch calorieleverende voedingsstoffen. En dat zijn toch die voedingsstoffen waar energie uitgeput kan worden en waardoor er ook warmte vrijkomt in je lijf. Dus begrijpt Debbie niet waarom juist nadat ze iets heeft gegeten, ze het zo koud heeft. Kouder dan voorafgaand aan het eten en ze zich zo moe voelt, uitgeput voelt, moeier dan voorafgaand aan het eten. Dus de vraag van Debbie is hoe dat kan. Nou, Debbie, je zult je uitgeput van energie, moe voelen en je zal je ook voelen op het moment dat de productie van energie, het energiedragende molecuul ATP, waarbij ook warmte gevormd wordt, in je cellen, de mitochondriën, energiefabriekjes van je cellen, niet goed verloopt, verslechtert. Ja, wanneer de productie van energie en waar dan ook warmte bij vrijkomt in je cellen, in de mitochondriën, energiefabriekjes van je cellen, niet goed verloopt, dan kan je gewoon simpelweg geen energie en warmte ervaren. Het feit dat jij je na het eten heel moe voelt, uitgeput voelt van energie en het opeens heel koud hebt, betekent dat het belanden van voeding in je spijsverteringskanaal, dat is namelijk nog niet waar die energieproductie plaatsvindt, een nadelig effect heeft op de productie van energie, het energiedragende molecuul ATP, waarbij ook warmte vrijkomt in de mitochondriën van je cellen. Dat is dus ergens anders dan daar waar jij je voeding laat belanden in je spijsverteringskanaal. Hoe zit het? In alle cellen van je lijf, en dat is niet waar jij je voeding laat belanden, hè? Wanneer jij iets eet, laat jij voeding in je spijsverteringskanaal belanden. Dat is nog niet je cellen. Dat is nog niet. Dat is de buitenwereld van je lichaam. In je spijsverteringskanaal moet vertering, enzymatische afbraak, splitsing van je voeding plaatsvinden. Maar dat is het nog niet in je cellen. Wat je eet belandt niet meteen in je cellen. In je lichaamscellen worden voortdurend stofwisselingsprocessen uitgevoerd. En die stofwisselingsprocessen kan je onderverdelen in twee soorten processen. Dat zijn katabole, afbrekende processen, en ook anabole, opbouwende en herstellende processen. De productie van energie, het energiedragende molecuul ATP, waarbij ook warmte vrijkomt, dat is een katabol stofwisselingproces. En dat vindt plaats in de mitochondriën, energiefabriekjes van je cellen. De productie van nieuwe energie, en waarbij dan ook weer nieuwe warmte vrijkomt in die mitochondriën, energiefabriekjes van je cellen, zal uitblijven wanneer je cellen nog afvalstoffen bezitten van eerdere processen. Dus op het moment dat je cellen nog afvalstoffen bezitten van eerdere processen, dan zal de productie van nieuwe energie, waarbij ook warmte vrijkomt
uitblijven in de mitochondriën van je cellen, ga jij geen energie ervaren, ga jij het heel koud hebben. Want ja, dan wordt er ook geen warmte gevormd in je cellen. Dat betekent dat wanneer jij je uitgeput voelt van energie en ook heel koud hebt nadat jij iets hebt gegeten, dus nadat jij voeding in je spijsverteringskanaal hebt laten belanden, dat is nog niet in je cellen, hè? Dat het belanden van jouw voeding in je spijsverteringskanaal een nadelig effect heeft op de afvoer van afvalstoffen. De verdunning, neutralisatie en afvoer van afvalstoffen, uitscheiding van afvalstoffen in je lijf. Enkel wanneer je voeding een gunstig effect heeft op de verdunning, neutralisatie en afvoer, uitscheiding van afvalstoffen in je lijf, enkel dan kan hetgeen je eet weer voor nieuwe energie en nieuwe warmte zorgen. Want enkel wanneer je lijf, je cellen, je lichaamcellen geen afvalstoffen meer bezitten van eerdere processen, enkel dan kan weer nieuwe energie en nieuwe warmte gevormd worden in je lijf. Dus wanneer jij je juist uitgeput voelt van energie en juist heel koud hebt nadat je iets hebt gegeten, dan betekent dit dat hetgeen je hebt gegeten en het laten belanden van je voeding in je spijsverteringskanaal, de verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen in je lijf, ja, heeft doen verslechteren, waardoor er geen nieuwe energieproductie en waarbij warmte vrijkomt in je lijf plaats kan vinden. Ja, logisch hè, dat jij dan geen energie ervaart, je uitgeput voelt van energie en het ook heel koud hebt. Hoe moet je het zien? Gedurende de uitvoering van katabolen processen in je cellen worden, behalve energie en warmte, ook afvalstoffen gevormd. Deze afvalstoffen kunnen pas weer verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden worden. En dan pas kan er dus weer nieuwe energieproductie en nieuwe warmteproductie plaatsvinden in je cellen. Wanneer de uitvoering van anabolen, opbouwende en herstellende processen, volgt op de uitvoering van katabolen. Op het moment dat hetgeen jij eet en het laten belanden van jouw voeding in je spijsverteringskanaal een nadelig effect heeft op de uitvoering van anabolen, opbouwende en herstellende stofwisselingsprocessen in je lijf, in je lichaamcellen, dan zijn je lichaamcellen niet goed in staat om hun afvalstoffen te verdunnen, neutraliseren en uitscheiden. En wat is de consequentie daarvan, hoorde je net, dat er geen nieuwe energieproductie, waarbij ook warmte gevormd wordt, plaats kan vinden in je lijf, in je lichaamcellen. Ja, en dan gaat hetgeen jij eet dus geen nieuwe energie, nieuwe warmte opleveren. Sterker nog, dan doet het jou juist erg vermoeien en kouwelijk voelen. Die anabole stofwisselingsprocessen in en door je cellen, waar dus verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen van eerdere processen van afhankelijk is en dus ook de productie van nieuwe energie en warmte in en door je cellen van afhankelijk is. Dat soort processen kan enkel plaatsvinden in je cellen wanneer je cellen in het bezit zijn van voldoende vocht en bouwstoffen. Alleen een heel aantal bouwstoffen is essentieel. Betekent dat je lichaam die niet zelf kan vormen. Dus wanneer jouw voeding die niet of te weinig of incompleet levert, dan kunnen je cellen daar niet over beschikken. Zijn je cellen niet in staat om na uitvoering van katabole processen, waarbij dus afvalstoffen gevormd worden, die afvalstoffen ook weer te verdunnen, neutraliseren en uitscheiden. En ja, zal er dus niet nieuwe energieproductie, want de productie plaatsvinden in je cellen, ja, zal jij geen energie ervaren, geen warmte ervaren, zul je juist uitgeput voelen en het koud krijgen. Dat betekent dat wanneer jij voeding in je spijsverteringskanaal laat belanden en die voeding draagt niet bij aan het oplossen
van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen, bouwstoffen, herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen. In je lijf, in je lichaamcellen. Ja, dan gaat jouw voeding dus niet bijdragen aan een goed verloop van anabole stoffenzinprocessen in en door je cellen. Gaat jouw voeding dus niet bijdragen aan een goede verdunning, neutralisatie en uitscheiding van afvalstoffen in en door je cellen. Gaat jouw voeding dus niet bijdragen aan de productie van nieuwe energie en nieuwe warmte. Want dat vindt enkel plaats in de mitochondriën van je cellen, wanneer je cellen hun afvalstoffen van eerdere processen hebben kunnen uitscheiden. Dus, gezien het feit dat jij je moe voelt en ook koud voelt nadat je iets hebt gegeten, betekent dat dat datgene wat je hebt gegeten onvoldoende heeft bijgedragen aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen, bouwstoffen, herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen in je lijf. En dat is dus ergens anders dan daar waar jij je voeding laat belanden, hè? Dat is in je spijsverteringskanaal. En dat daardoor je cellen niet in staat zijn om afvalstoffen te verdunnen, neutraliseren en uitscheiden. En wanneer je cellen nog te veel afvalstoffen van eerdere processen bezitten, gaat er geen nieuwe productie van energie en warmte plaatsvinden in je cellen. Ga jij geen energie ervaren nadat je iets hebt gegeten? En ga je ook niet lekker warm voelen nadat je iets hebt gegeten? Nee, dan zul je juist uitgeput voelen van energie. En zul je juist koud gaan krijgen, want dat is het gevolg van te veel afvalstoffen in je lijf die niet goed verdund, geneutraliseerd en uitgescheiden hebben kunnen worden. En dat is dus het geval wanneer hetgeen jij eet en in je spijsverteringskanaal laat belanden onvoldoende bijdraagt aan het oplossen van tekorten in vocht en essentiële voedingsstoffen, bouwstoffen, herstelstoffen die je lichaam niet zelf kan vormen en die je lichaam nodig heeft om afvalstoffen te kunnen verdunnen, neutraliseren en uitscheiden.